Nooit last van boefjes gehad. Hier op dat hoekje is wel een goede plek. Roel parkeert zijn busje en gaat op zijn gemak een pakje afleveren. Zo blijft de wagen schijnbaar onbemand achter. Ik heb de bus geparkeerd in een van de gezellige volkswijkjes van Den Bosch. En ik ben benieuwd of zelfs hier in Brabant iemand in mijn bus gaat springen. De elektronica staat mooi te blinken en de eerste geïnteresseerden melden zich. Die moeder neemt ze mee. Ik was echt even bang dat die kinderen erin zouden springen. De jeugd is blijkbaar verstandig, maar de volgende man lijkt de gevaarlijke sprong te wagen. Oeps, bijna de ambulance in plaats van de politie bellen. Meneer, u staat een beetje verpaal nu. Ja, dat weet ik ook, ja. En u trekt ook gelijk een mes. Wat doe je? U bent aangehouden, meneer. Ik ben niet de mes wegzetten, ja. Dat lijkt me heel verstandig. Ja, nodig. Maar zijn dat niet jouw spullen? Nee, klopt. Nodig. Ja, lullig, ja. Nee, je blijft daar maar staan. Let af dan. Tomme boef. Lullig. Lullig, jongen. Hoe gaan we dat goed maken? Ik weet niet, jongen. Maar kan ik even de politie bellen? Ja, dit is wel het plan, ja. Om de politie te gaan bellen. Maar dan gaat de buurt zich ermee bemoeien. Deze meneer loopt naar binnen en wilde met mijn apparatuur vandoor gaan. Nou, daar geloof ik niks van. Ze hebben wij net laten... Kent u die meneer? Ja, die ken ik, ja. Ja? En doet meneer vaker dit soort dingen? Nee, meneer, ik doe dat soort dingen. Ik weet niet waar ik het over heb. Ik vrees toch dat we de politie moeten gaan bellen. Ja, dat gaan we doen. Ja, laat de mensen gewoon gaan. Ik bedoel, ik weet niet waar jij nou. De politie bellen. Pas maar die merkboekjes. Als maar de kamer was geweest, was de politie ook. Ja, maar als het de civiele was geweest, dan was het toch... Op de bladen zitten. Waarom moet hij nou wel... Waarom moet hij nou in één keer... Want jullie zeggen allemaal dat ik niet gediscrimineerd wil worden. Nou doet het zelf. En als we wachten op de politie, probeert de man toch nog een keer de benen te nemen. Meneer, blijft u rustig zitten. Meneer, blijft u rustig zitten. Aangehouden. Meneer, heeft u... Aangehouden. Nu stoppen. Nu stoppen. Niks aan de hand, mevrouw. Meneer is aangehouden. Blijf rustig. Niks aan de hand. Ik heb gewoon een filmpje en dan beginnen jullie zo te doen. Mevrouw, niks aan de hand. Een zien wat de politie van zijn actie vindt. Ik heb hem net aangehouden, hoi. Hoi, wat is je vraag over? Hoi. Voor diefstal van goederen uit mijn bus. Nee, dat is, okay. Dat is helemaal geen diefstal. Dat is wel, mevrouw, mag ik even aan de politie mijn verhaal doen? Ja, dan mag jij het zeker, maar als hij in die auto staat... Dan mag u zo meteen uw verhaal doen. Ik wil nog niet zeggen dat het diefstal is. Hé. Hey. Echt. Hollandse dief! Tot op een barre weg. Zodra de politie vertrekt, lopen de gemoederen hoog op. De politie is gewoon weggereden. Weet jij wat er aan de hand is? Stond hier net ook in discussie. Ik wil vanuit de filmen, joh. Ja, nu valt er niks meer. Nee, waar film je dan? Gewoon ophouden. Maar niet filmen, jong vriend. Maar niet filmen, vriend. Ik film niet. Daar valt mijn spullen af. Wij hebben niks met jullie Amsterdamse kankerrotzooi te maken. Mij niet filmen. Dan vraag ik jou. Blijf met je camera zo, sla ik hem met je handen. Valt hij uit je handen, pak ik hem van je af. Ons tv-programma dreigde heel even een radiostilte te worden. Maar gelukkig 15 minuten later is de politie er. Tussen hier in Brabant een soort conflict van de allochtoonse bevolking tegen de Brabanders ontketend. Een groep meneer die is meegenomen door de politie en die moet hopelijk binnenkort zijn straf uitzitten.